We staan hier bij Kunst in de Tuin in Kessel. Hallo Piet. Dag, wie dat? Middag. We staan hier in de tuin en er zijn drie mensen die hier mogen exposeren. Wie is dat nog naast jou nog meer? Antoinette Kruik, die is met allerlei schilderijen die in tussen de bomen hangen. En die gebruikt daar heel eenvoudige materialen voor. Uh-huh. Gewoon behangpapier die het aan twee kanten vol schildert. Heel mooie kunstwerken en ja, die hangen tussen de struiken. Ja, bezienswaardig gewoon. Ja. Zeker in deze tuin geeft dat inderdaad wel een heel lekkere sfeer. Ik heb ook wat gedichten gezien. Zijn die van Antoinette of zijn die van jou? Nee, dat is Antoinette. Okay. Antoinette, ja, die maakt ook gedichten en die is veelzijdig. Ja, prachtige werken maakt ze. Die maakt ook, mozaïekwerk. En dan hebben we nog een andere kunstenaar, dat Aafje Driessen. Die staat daar vooraan met die schilderijen. En heeft er maar een paar, maar dat is wel de moeite waard om te bekijken. Er zijn verschillende kunstenaars die vandaag hun werken laten zien. En dat is alleen in Kessel. En Kesselijk natuurlijk. Ja. Hoeveel plekken zijn er? Hoeveel mensen? Zeven tuinen. Allemaal toegankelijk. En de grotere en kleinere tuinen. En allemaal andere soorten kunst. Er zijn drie plekken waar schilderkunst is. Eén is keramiek, één is smeedwerk. Ja, noem maar op. En ik ben heel te werk. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben zojuist ook even een dame gevraagd. Van, waar moeten we zeker nog naartoe? En ze gaf niet alleen een tactisch antwoord. Ze zei ook echt, je moet niks overslaan. Je moet gewoon eigenlijk overal naartoe, want het is overal de moeite waard. Dus wij gaan een stukje verder. We staan hier nu in de tuin in Kesselijk bij Lisette Peters. Lisette, wat heb je de tuin vol staan? Prachtig. Hoe ben je hiermee begonnen? Ik ben handvaardigheiddocent, dus ik heb de opleiding handvaardigheid gedaan. En keramiek was mijn passie. Dus buiten lesgeven had ik zoiets van, ja, ik wil zelf ook aan de slag. Dus ik ben eerst voor mezelf begonnen. En daarna ook nog altijd cursussen erbij gegeven. Ja. Ik heb heel divers werk gezien, verschillende glazuren. Misschien is het ook wel mooi om daar nog even iets over te vertellen. Want welke soorten afwerking heb je van de klei? Ja, daar ben ik eigenlijk ook op de opleiding mee afgestudeerd, zeg maar, om een eigen glazuur samen te stellen. Dus ik doe heel veel met angorbus. Mm. En dat weer mengen, 3% oxaanoxide en dan wat koperoxide erbij. En dat weer combineren met een klein beetje blauw glazuur of een klein beetje groen glazuur en daar proeven mee nemen. En ja, dat is eigenlijk, hoop ik altijd, dat mensen dat in ieder geval niet na kunnen maken. Want het is heel makkelijk om beelden te zien, even fotoknippen en dat namaken. Maar dan denk ik altijd, oh ja, glazuur lukt toch niet. Dus ja, dat is heel gemeen, maar... Ja. Ja. Ik vind het ook heel mooi als je dan erover vertelt. Dan begin je ook een beetje te glimmen, omdat je dat iets extra's aan elk beeld meegeeft. Echt heel mooi. Dankjewel. Wij gaan door naar de volgende. We nemen hier even een kijkje in de tuin van Annelies Boots in Kessel. Eigenlijk heb ik een klein vraagje voor u. Wat vindt u ervan hier, nu dit hier allemaal zit? Nou, ik vind het wel leuk. Ik doe zelf ook keramiek. Dus als er een kunstgoed in de buurt is, ga ik altijd wel even kijken. Ja, altijd ideeën opdoen, maar ook de andere... van de kunstenaars, dus daar hier in de buurt is ook iemand met smeedwerk en zo. Dus daar gaan we ook zeker even kijken. Ja, ideeën opdoen, maar ook altijd leuk om te zien wat andere mensen maken. Ja. En u weet hoe moeilijk het is? Ik weet hoe moeilijk het is. Soms heb je wat in je hoofd zitten, maar het komt niet door de handen tot uiting. Nee. En dan gaat hij ook nog door de glazuur en dan is het nog weer afwachten. Ook dat. Glazuur is altijd toch wel spannend om te kijken hoe het eruit komt. Ja. Ja. Ja, dat is een andere als die in het buffet. Oké. Ja, dat is We staan hier in de tuin bij Frans Rijvers. Frans, we staan bij een bijzonder werk van je. Ja. En we zijn eigenlijk benieuwd, wat is dit? Nou, dit is een drone. En een drone die vliegt in de lucht. Mm. En daar zijn we allemaal heel bang voor. En dit is een moderne oorlogsvoering. Wij willen die tegenhouden, maar dat lukt dus nooit. Dat is het verschrikkelijke van oorlog. Je ziet het niet meer, hè. Het komt allemaal van boven. Ja, ja. Je hebt het niet meer in de greep, hè? Nee, ik heb het helemaal in de greep, ja. Ja. En dit,
Hier in Kessel woonde vroeger een kasteelheer. Mm-hmm. Er werd eerst het grote berg zand verschouwd door de slaven. Daar werd een kasteel opgebouwd. En toen die kasteelheer er woonde, wilde die nog groter worden als een kasteel. En toen dacht hij dat hij ridder was. En geeft zo'n ridder geen wapen in de handen, dan wordt hij een dictator. Dat wil ik dan maar zeggen met dit verhaal. Ja. Dus zo worden dictators geboren.